De Bond van Leraren, BVL, heeft nog niet bepaald of haar leden woensdag normaal voor de klas zullen staan. Naar onze nieuwsdienst verneemt zijn de onderwijsgevenden ontevreden over de onderhandelingsresultaten die vandaag op een spoed-ALV gepresenteerd zijn door het bondsbestuur. Tijdens een vrijdag gehouden persconferentie zei vicepresident Ashwin Adin dat de leerkrachten geen reden hebben tot staken omdat er goede gesprekken zijn gevoerd met onder andere de VOS-directeuren. Ook BVL-voorzitter Wilgo Valies was vorige week na een gesprek met de regering positief gestemd. Onze nieuwsdienst verneemt echter dat het bondsbestuur is teruggefloten door de leden. Een persconferentie die na de spoed-ALV gepland was, is door ziekte van Valies niet doorgegaan. Meerdere pogingen van ons, de voorzitter te spreken, zijn niet gelukt. Een bestuurslid liet weten dat de bond weer moet onderhandelen met de regering. De media zal te zijner tijd op de hoogte gesteld worden over het besluit van de BVL.